Bob Braber, organisator van de profronde van Oostvoorne. Het is zojuist voorbij. Bent u tevreden met het evenement dat vandaag hier heeft plaatsgevonden? Ja, heel tevreden. Fantastische winnaar als Tom Velers natuurlijk. En ook de andere renners die erbij betrokken waren in de sprint. Maar we gunnen het ook Tom Velers gewoon. Een fantastische wielrenner die wat pech gehad heeft door een duwtje van Cavendish in de Tour de France. Maar hier fantastisch gewonnen heeft in een hele mooie sprint. Toch een beetje een onverwachte winnaar. Er zijn een aantal mannen die de Tour hebben uitgereden, daar toch goede benen hebben meegenomen. Maar ze wisten het hier niet af te maken. Ja, soms. Maar de jongens zijn zo goed in de sprint gewoon. Dus ja, die anderen hadden iets harder moeten fietsen, maar die zijn een beetje moe, denk ik. Hè? En dan toch een sprinter van de beroemde Argos sprinttrein die het hier weet af te maken. Ja, zeker. We hadden een aantal renners van de Argos ook. Die jongens doen het gewoon heel goed. Dat hebben we ook in de Tour gezien. We zijn ontzettend blij dat we zoveel mensen hier naar Oostvoorne hebben getrokken dit keer. Ook de prominente koers en de dameskoers met Marianne Vos met 2 ronden voorsprong. Nou, dat is nogal wat. Gewoon perfect. Wat is uw hoogtepunt van de dag? Ja, misschien zelfs wel die 2 rondjes voorsprong van Marianne Vos. Je ziet dat toch in het vrouwenveld toch een heel groot verschil is tussen de Olympische kampioen en meisjes die alleen het weekend op de fiets zitten. Eigenlijk kan dat niet meer. Vandaag schitterend weer gehad, een heel mooi deelnemersveld. Met andere woorden, ondanks de lastige tijden dat het toch al qua budget al teruggaat, heeft u toch weer gelukt een fantastisch evenement neer te zetten. Ja, we hebben ook entertainment. Dadelijk over 20 minuten gaat Feestteam optreden. We hebben andere artiesten hier gehad. Ja, wij willen een beetje entertainment hebben, fietsen mee hebben. En ja, zo van alles wat, voor iedereen wat. En betekent dat na weer een geslaagde editie dat volgend jaar de profronde van Oostvoorne er gewoon weer is? Ik heb er net gezegd in mijn bedankje van voor 99,9% dat wij de 30e profronde gaan organiseren. En dan zou het zijn op 7 augustus 2014.